Een lineair verband kun je weergeven in een formule, een grafiek en in een tabel. Ik heb hier een formule voor een lineair verband en de bijbehorende grafiek en tabel. Hoe kun je nou zien dat het hier om een lineair verband gaat? Allereerst in de grafiek. Je ziet dat de grafiek een rechte lijn is. Bij een lineair verband hoort altijd een rechte lijn in het assenstelsel. Een makkelijke manier om dat te onthouden is dat de grafiek van een lineair verband te tekenen is met een lineaal. Met behulp van de tabel kun je onderzoeken of er sprake is van een lineair verband. Bij een lineair verband moet er iedere keer hetzelfde bijkomen of afgaan. Let erop dat je zowel de bovenste als de onderste rij kijkt, of de stapgrootte gelijk is. Soms lijkt het erop dat een tabel hoort bij een lineair verband, omdat de onderste rij gelijke stappen heeft, maar de bovenste rij niet. Als er in de onderste rij steeds hetzelfde bijkomt, dan is de bijbehorende grafiek een stijgende lijn. En als er in de onderste rij steeds hetzelfde afgaat, dan is de bijbehorende grafiek een dalende lijn. Als je moet laten zien dat bij een formule een lineair verband hoort, dan kan je dus een tabel maken en laten zien dat er iedere keer hetzelfde bijkomt of afgaat. Dan heb je het al laten zien. Ook aan een formule kun je zien of er sprake is van een lineair verband. Maar lineaire formules krijgen een eigen video, want dat hebben ze wel verdiend. Het belangrijkste om te onthouden is dat bij lineaire verbanden het altijd gaat omdat er iedere keer evenveel bijkomt of afgaat. Situaties waar je dat in tegen kan komen zijn bijvoorbeeld: je spaart iedere maand een vast bedrag of een schilder vraagt een vast uurloon voor zijn werkzaamheden. Zo, nu weet je hoe je een lineair verband kan herkennen. We hopen dat je volgende keer ook weer kijkt voor meer uitleg over lineaire verbanden. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.